Goedemorgen. Goedemorgen. Ik zoek Janne. Oh, yeah. Hey. Janne. Bert, bouwmeester, de burgemeester van Voegorde. Ik ben Janne Roenborg. Hoe zitten de verkiezingen in elkaar? Nou, eigenlijk eenvoudig, want iedereen die 18 jaar en ouder is, mag eigenlijk een stem uitbrengen bij de verkiezingen. In allerlei stembureaus die we in de gemeente hebben. Welke partijen zijn er? In Coevorden, mijn gemeente, onze gemeente, waar jij ook in woont, hè, ja, doen 7 partijen mee. Mm-hmm. En dat zijn de 7 partijen die eigenlijk nu ook al in de gemeenteraad zitten. Wat is een coalitie? Een coalitie is een clubje partijen die bij elkaar denken, oké, als we dit nu afspreken met elkaar, dan kunnen we het ook over moeilijke zaken eens worden. En wat doet een wethouder? Hij is eigenlijk degene die met de burgemeester samen een volledige baan heeft in het gemeentehuis om datgene te doen wat de gemeenteraad eigenlijk vindt dat er de komende jaren moet gebeuren. Hoeveel mensen zitten er in de gemeenteraad? Dat hangt af van de grootte van de gemeente, maar in Coevorden zijn dat 25 mensen. Waarom moeten we stemmen? Juist omdat het gaat over zaken die voor ons allemaal van belang zijn in de gemeente. Iedere stem telt, hè, want één stem kan het verschil maken tussen meerderheid of niet meerderheid.